En is Torenstra nog belangrijker voor Feyenoord dan Kuyt? Vind jij? Wie vind je op dit moment van de twee? Nee, dat vergelijken we ook een beetje vaak met Klaassen. Dat vind ik niet. Nee, ik vind dat. Wat ik wel vind, dat vinden we allemaal, dat na de winterstop Dirk niet echt meer lekker in de wedstrijd gezeten heb. Gewoon geen goede wedstrijden gespeeld. En dat het er allemaal een beetje futloos uitziet. Ja, weet je, ik zou het ook liever anders zien, maar het is niet anders. Ik bedoel, ja, het is een hele andere Dirk Kuyt als voor de winterstop. Dat vinden we allemaal hartstikke rot. Ja. Hè, want we gunnen het hem allemaal van harte dat hij die schaal vast kan houden. Maar ja, het is niet anders, hè. Zo'n licht Ziggy antwoord dit trouwens. Hè? Nee, helemaal niet, toch? Nou, nee, maar, ja, jee. Maar ik vind nee, het ook, maar ja. Ik kijk, een aanvaller, het is een aanvaller. Waar zie je nog dat een 36-jarige aanvoerder wedstrijd na wedstrijd goed kan presteren? Dat is in topvoetbal haast onmogelijk. We hebben die Italiaan van 40, maar ja, die kan het ook niet belopen. Maar het vervelende is ook die beelden waren prachtig. Het vervelende is ook natuurlijk dat je hoeft hem ook niet tegen viergevers als rechtsbuiten op te stellen. Dan moet je gewoon, dat moet je niet willen. Je moet hem gewoon op zijn plekje achter die Jurgensen zetten als je mee laat doen. Maar dat moet hij zelf ook een beetje begrijpen. Anders moet hij gewoon niet mee laten doen. Maar ik heb steeds nog de indruk, als Dirk een keer gewisseld wordt of er niet in staat, dat hij dan heel erg op zijn pik getrapt is. Ja.